Schiphol is geïnteresseerd in de accu's die uit elektrische auto's worden gehaald, omdat ze na 3-4 jaar qua capaciteit zijn verminderd. De actieradius van de auto daardoor is afgenomen. Dat is het moment waarop de consument die een elektrische auto heeft hem terugbrengt naar de garage. Dan wordt de accu eruit gehaald en ja, dan kun je er nog 5, 6, 7 jaar lang zonne-energie in opslaan. Dat betekent dat we eigenlijk alle energie van de zon willen gebruiken om bijvoorbeeld het terrein te verlichten, maar in de toekomst bagagebanden op te laten draaien, elektrisch laden op parkeerterreinen, eigenlijk al het energieverbruik op de luchthaven. Nou, op één zo'n grote accu van een elektrische auto kan een parkeerterrein van Schiphol de hele nacht branden. Dat geeft even aan hoe zuinig de LED-verlichting is en hoeveel capaciteit eigenlijk de accu tegenwoordig heeft.